Mees Kaandorp is alweer bezig aan zijn 9e seizoen bij AZ. Het kind van de club maakte vorig jaar de overstap naar Jong AZ en kijkt terug op een wisselvallig tweede seizoen in de keukenkampioendivisie. Nou, in het begin van het seizoen heb ik best veel gespeeld, het eerste seizoen zelf. En ja, de wedstrijden zelf als team zijn we natuurlijk niet heel goed begonnen, het eerste seizoen zelf. In het tweede seizoen zijn we wel beter opgepakt. Alleen na de kerst heb ik mijn kleine teen gebroken, dus toen was ik er een tijdje uit. Dat was voor mij zelf wel even kloten, maar nu laatst tegen NEC weer de eerste wedstrijd gespeeld. Dat ging wel lekker, dus ik hoop dat ik nu nog een paar wedstrijden mee kan pakken en lekker kan spelen. Tegen NEC ging het begin deze maand zeker lekker. Toen onderstreepte Kaandorp zijn goede spel met een mooie goal. Kaandorp. Het is 2-0. Waar is NEC mee bezig? En dat wordt genadeloos afgestraft door Jong AZ met deze poeier. Het was op zich wel een mooie goal. En hij stond ook bij die Fox Top 25, dus veel jongens hadden wel gezien. En ik heb wel mooie reacties op doen. Ja. Toch heeft Kaandorp dit seizoen nog geen basisplek weten te veroveren bij Jong AZ. 8 keer mocht hij beginnen aan de aftrap en 11 keer kwam hij in het veld als invaller. Hij weet dan ook waar hij aan moet werken. Ja, ik hoop dat ik nog wat het komt ook misschien met een beetje als ik wat meer wedstrijden ga spelen, dat ik nog wat volwassener word. Wat slimmer in duels, wat harder in duels. En dat zie je ook wel nu in de keukenkampioendivisie. Dat het wel niet altijd op voetbal of tactisch wordt gewonnen, maar ook vaak op duelkracht. En ik hoop dat ik dat nog wat meer in me krijg. Nou, ik denk dat Mees wat meer lef moet gaan tonen. En dat is ook iets wat we met hem hebben besproken. Het is een jongen die in de training laat zien dat hij goed kan voetballen, dat hij zijn mannetje kan uitspelen, dat hij goed kan scoren. Maar we vinden dat hij in de wedstrijden nogal meer met een bepaalde brani mag gaan spelen. Dus ballen opeisen, acties durven maken. En dan gaat het maar een keer fout. Maar hij moet zijn acties maken. En dat wordt van je gevraagd als buitenspeler. Ja, dat je gewoon in staat bent om kansen te creëren. En wat ik zeg, dat zit in hem. Maar dat moet hij gewoon nog vaker gaan doen. Deze zomer loopt het contract van Kaandorp af. En dat betekent dat hij misschien wel bezig is aan zijn laatste wedstrijden bij Jong AZ. Ik heb van AZ horen gekregen dat ik ook nog een seizoen mag blijven. En ik hoop in ieder geval dat ik in deze laatste wedstrijden nog wat wedstrijden mee kan pakken. En misschien nog de club kan overtuigen. En anders kijk ik wel wat er op mijn pad komt en zie ik wat er gaat gebeuren. Ja, ik denk dat het voor meest belangrijk wordt dat hij bij een eerste helft gaat aansluiten. Zodat hij week in, week uit moet laten zien dat hij bij de beste elf hoort. En dat hij met zijn team ook echt gaat spelen voor de prijzen, voor promotie, naar misschien wel de Eredivisie. En nogmaals, ik denk dat het een belangrijke stap gaat worden voor Mees.